Daphne Bunskoek kreeg gisteravond tijdens de live-uitzending van RTL Boulevard de slappe lach toen ze na een instart over André Hazes Jr. een vraag wilde stellen aan haar collega Rob Goosens. Hij zat links in de studio op de deskundige tribune, terwijl Daphne tijdens het stellen van de vraag naar rechts keek, in de ogen van Erik de Munk. De presentatrice uit Almelo, André wil liever popzanger zijn en dat lijkt me ook best wel een moeilijke overgang, toch, ehh. Rob Pas bij die hahaha eh, ha, ha", realiseert Daphne zich dat ze niet naar Rob kijkt, maar naar Erik. En daar moet ze net als haar collega's ontzettend om lachen. Sorry. Hahaha. Ha, ha, ha. Rob probeert nog serieus antwoord te geven. Het lijkt inderdaad wel een moeilijke overgang. Als je ziet dat bijvoorbeeld zijn nieuwe hit pas 123.000 keer op Spotify is afgespeeld, dan is het gewoon geen hit. Clarice Stenger daarop, Daphne hoort niks van wat je zegt, laat maar. Daphne gierend, ik dacht, dat is niet Rob. Hahaha. <laughs> Rob blijft stug doorgaan met zijn verhaal, terwijl Daphne helemaal stuk gaat. Laat ik het samenvatten: Holland zingt Hazes was al geen fantastisch groot succes, maar Hazes zingt Gavin de Grohl is dat dus ook niet, en dat zie je ook terug in de kaartverkoop. Hij doelt op het Ahoy concert van André, dat maar niet uitverkoopt. Die 15.000 gaat hij niet halen en ze hadden nog andere concerten klaarstaan, maar die zou ik niet in de verkoop gooien, want dan wordt het alleen maar pijnlijker voor hem. Daphne krijgt weinig van het verhaal mee. Die stopt niet met lachen. Dank je wel, Rob. In het paasweekend brak de film HAHAHA. Super Mario Bros., en zo gaat het nog even verder. Voor presentatoren is het onhandig om live op televisie de slappe lach te hebben, omdat het dan moeilijk is om te stoppen met lachen. Hoe dat komt, als je de slappe lach hebt, zenden je hersenen nauwelijks nog signalen meer naar je spieren, legt Willem Wever uit. Hierdoor kan het gebeuren dat je je lichaam niet meer onder controle hebt. De oplossing: weggaan van de plek of de persoon waar je zo om moet lachen.